What's up, Gaming Belgium hier. We hebben een opname gedaan. We moesten tegen Mechelen. Nee, laat ze horen. Die wedstrijd, ja. Dat was een kakwedstrijd en we hebben dat promoot niet opgeslagen omdat we aan het rijtje waren. Dus, ja. Dus die opname zijn we kwijt. 0-1 geworden, wie had de polk neer gestemd? Van de 0-1. Die. Ja. Die hebben we het zuste. Ja. Tegen wie moeten we vandaag? STVV. STVV? Ja. Oké, mensen, dan zien we jullie in de wedstrijd. We zijn aangekomen bij de wedstrijd tegen STVV. We hebben nu geen pronostiek. We kunnen nog altijd zeggen. Wat is je pronostiek? 2-0. Je hebt altijd iets met 0 te maken, hè? Ja. Ik denk 1-0. Ik wil er gewoon geen binnen laten. Ik denk 1-0. 1-0? 1-0 voor ons, en niet voor die, hè? Voor ons. Maar wij spelen thuis, hè? Nee, ja. Thuis spelen vind ik plezanter. Maar we zijn thuis afgegaan. Thuis. Is liever oud, nee. Biedt we nu eens ook kei easy van. Of ze biedt verliezen we kei uit. Is weer zo'n poepverdediging als KV Mechelen. Waarom schelt jij altijd? Ik zeg gewoon poep. Poep, dat is net hetzelfde. Dat is gewoon kak. Ik zeg dat al 3 keer. Nee, 4 keer ondertussen. Nee, 5. Nee, 6. 6 keer, want je hebt in het begin ook gezet. Gewoon een doeltrap. Wie was dat? Dat is een Chinees. Ik weet het niet wat dat was. Ah ja, voor de mensen die denken, ja, voor welke ploeg supporter het gelden. Dat weten die al. Dat weten die al? Ja, Club Brugge. En dan nog. Wij zijn trouwens supporters. En ander ligt dan een boom in. Ander ligt dan gewoon een boom in. Ja. Met hun dingen, ja, je moet het Europees geld verdelen. Ja, salut. Jongen, dat ze hun beter hun best moeten doen. En minder uitgeven. Nee, gewoon beter hun best moeten doen. Want elk jaar of elk seizoen wanneer de transferperiode is, dan, dan kopen die het. Of nee, dan huur die dat. Dus dan moeten die blijven betalen. Dat is nou shit dat die dan in dingen zitten, hè. Dus de VV komt nog sterk uit de notie. Nou, dat denk ik al die keer. Die was dat, jongen. Dat was in een de afgebeeld stond. Volgens mij die gekocht, denk ik. Waarschijnlijk. Dus het is zo Kawashima. Nee, want dat is een keep. Ja, dat is juist. Of Kobayashi. Nee, die zat er ook al. Kut. Krullenkop. De vorige wedstrijd van dit team was in eigen stadion. Nee. En hij komt eruit met de bal. Daar is dan toch het gevaar. Ja! Hoppa! 1-0. Ja, ik ga mijn profiel ook veranderen. Op de een of andere manier weet hij voortdurend. Ik sta 1-0. Ik denk dat ik mijn pronostiek ga veranderen naar 3-0. Ik heb 4. Nee, 4 gaan niet. Jawel, als je ziet hoe hard dat jij hier door kunt komen. We zijn nog niet eens op de helft. In volle gang of solle zijn. Wat zit in volle gang? Volle gang. deze video wordt dus ook upload 18. Dat zien je niet. Dat weet ik ook wel. Dan ga ik sowieso upload 18 zetten. Ja. Als we hier tegen Winnoir hebben, zijn we nog voor tegen Mechelen. Dat snap ik niet, maar deze zijn veel slecht. Nee, die zijn veel beter. Waasland Beveren is beter, maar die zitten nu in de 1B. Nee, echt? Dat wisten we nog niet. We zouden een vlaggeske lumpen. Amai. En mijn manneke springt dan nog in de goal. Ons mond deelde te passen. Gemend het. Dat hem niet in de buurt van het doel is geweest. Wat gaat hij hiermee doen? Nee, net geen corner. Dat is echt niet.
bal nu maar voor. Dit kan wel eens een kans opleveren. Nou, wat kan hij hiermee? Ik hoor, die kan ik niet aannemen. Goed, oh, joh. Er kan echt niks meer. Vroeger was hij echt heel goed. Kan ik hier voor gevaar zorgen? Zie! Dit moet je maar durven. Dit moet je maar durven zetten. Wauw. Oké. Oké, mensen. We zijn terug. Mijn casco was plat, blijkbaar. En er was geen melding in beeld gekomen. Blijkbaar. Maak een mooie onderschepping bij die paas. Paas. Gaan ze proberen? Ja, maar niet te vroeg. Dit is een frontflip. Allee, joh. Allee, joh. Hoe kom je nou niet aan bij een wat? Een blessure omdat hij zo over kop is gegaan. Mensen, replay van Salut. Deze. Mensen, replay van deze blessure, van deze dingen, van deze frontflip. Even kijken, hè. Jeet. Niks mee te maken, hè. Heel niks mee te maken. Je moet dan wow. Of moet ik... Nou, wow. Wow. Jong, jong, jong. Colombato. Colombato. Hé, Jans, dit is erop gezet. Waarom zit je te geven? Nee, nee. Oké, mensen. Sta 1-0 voor ons. In de eerste helft. Tweede helft kan nog allemaal dingen gebeuren. Jawel. Dus hij is niet veel te klagen over deze speler. Jawel, hij heeft niks gedaan. Ja, één doelpunt gemaakt. Ja, het makkelijkste dat er was. Gewoon open spelen en klei. Dat moet Peter. Peter Winter. Beetje ruimte. Beetje ruimte. Sint-Truiden. Ik kan echt ook geen naam, ik kan geen naam uitspreken. Donza. Nelson gaat naar de hoek. Ken ik niet. Wat voor trage zak, zeg je. Nou, ik verwacht dat ze een goede koop aan hem hebben. Volgens mij past deze speler perfect bij deze club. Goed schat, ik kan het niet even schelden nu, hè? Nee. Ik ben daar gewoon van heel dat wel. Zit je vinger niet uit? Hoe kan ik dan trekken? En dan laat hem een scheetje. Mij. Die ging ook rond de vaan rond de aarde. Helemaal verkeerd gelaten. Ik denk dat toch 1-0 al wel. Ik weet het niet, misschien 2-0. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Maar we winnen altijd met zo'n kleine marges, hè? Ja, natuurlijk. Kerel was een cirkel. Blijft aan de bal. Maar ik ben cirkel, jij bent een keeper. Ja. Heel hoeveel vaak zijn die elkaar toch best 2 keer? Wat? Hoe is hij sneller? Nee, niet de verdediging die zo snel is. Nog niet gezien. Om in de buurt van het doel te komen. De tegenstander heeft het op tijd geprobeerd met gecontroleerd voetbal, maar. Die verdediging is ook al dicht. We hebben vorige wedstrijd gespeeld tegen Mechelen. En die wedstrijd was helemaal. Dichtgezet door Mechelen. De aanvallers kwamen gewoon binnen van achter. En dan op de 80ste minuut kunnen ze scoren. Hoorie, waarom had je altijd Hoorie eraf? Ja, dat was goed. Je moet toch geen reet. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Ze krijgen die bal maar niet weg. Toch, hè. Zo. Ik kan niet uitgooien als die er allemaal staan, hè. Kijk, dat bedoel ik. Dit is echt gewoon zijn lichaam. Maar dat is sinds dat FIFA 20 er is. Dat is echt irritant. Ik
zal blij zijn om naar Everton gaan, ja. Ja, minder vaal speel. Speel? Ja, ja, ik heb mijn spraak gezegd. Je werd getackled, jong. Dat is geen dingen, hè. Geen voordeel, hè. Kijk. Die staan er met 3-1 gepakt. Ja, er komt een aanvaller door. Laat ik even alles. Dat zeggen we nee. Ja, ik weet niet, ik denk toch 1-0. Hoop ik. Het biedt 1-1, dan ben ik weer te flippen. Weer voor mijn laptop. Vorige opname ging niet zo heel goed. Gewoon helemaal lijp te worden. De kleinste kan gewoon tegen die rode kop. Ik dacht 2-0 ging worden. Ik dacht het ook. Dat was de eerste keer dat we nog eens konden schieten. Echt, echt schieten, schieten. Reageert ze en daarmee heeft hij die paas onderschept. Deze kan erin. Oh, je hoort hem al te mooi uit de hoek. Dat was wel een lekkere redding. Oh, dat was mooi. Hoppa, 2-0! Ik zei het, 2-0! Ik dacht dat 1-0 ging blijven. Ik deed mijn best nog voor die 2-0, jongen. Maar ik krijg echt amper door. Dat was mijn eerste pronostiek. Ik krijg echt amper door te zien hoeveel die daar stonden. Ik doe van, man, dat het pakken. En ik was er gewoon terug. Gewoon tiki-taka. Steppen. Je kiept. Steppen, grijs. Het zijn lekkere frietjes. Geen sponsor? Nee. Oké. Overwinning hebben we ook al binnen. 3 puntjes mee naar Brugge. Uit de cirkel. Die bedoel je niet. Waarom kunnen we ook in Brugge, man? Voor een eigen supporters ook. 2-0 is de eindstand. Ja. Toch als je hebt gekeken naar deze video. Ah ja, nee, sorry. We gaan nog zien tegen wie dat we volgende keer moeten. Ja. Oké, mensen. We moeten tegen de volgende keer moeten tegen Feyenoord. We hebben Europa League volgende keer. Dus als jullie een dag wachten, komen jullie sowieso te weten of dat we winnen, verliezen of gelijk spelen. Maar we moeten sowieso zelf nog eens een keer tegen elkaar, tegen Feyenoord. Waarschijnlijk wel. Ik ben daar niet zeker van. Het is al februari, dus we moeten nog wachten. Sowieso tot eind mei. Nee. Of nee? Eind juni. Juni. En dan kunnen, dan pas kunnen we pas dan naar Everton. Dus we kunnen heel Europa League spelen. Als die niet te lang duurt. Ik kan eens kijken, hè. Ja, je kunt dat zien, hè. Oh nee, ik al eens niet moet kennen. Terug. Stil op de vlieg. Kalender. We zien daar tweede keer tegen Feyenoord. Ja, nu staat er niet in omdat we nog niet hebben gespeeld, hè. Ook ik zie dat we tegen Club Brugge nog eens moeten. Ja, en ik moet een interland keepen. Interland? Ja. Oeh. Dat wil ik wel doen. Oeh. Dat wordt een titel. Dat wordt een titel voor als we interland moeten spelen. Maar wat stond hier ergens? Iets met geel t-shirt hier? Zet Club Brugge houdt 0 tegen Centrale. Zeker weten. Maar... tof dat jullie hebben gekeken naar deze video. Doe zeker een blauw duimpje omhoog als jullie de video leuk vonden. Abonneer zeker op ons kanaal, zet het belletje aan. En dan hebben we allebei 1 ding te zeggen. En dat is later.